Morgen beginnen de Rode Duivels aan hun voorbereiding op de oefeninterland die ze volgende week dinsdag spelen tegen Portugal. Simon Mignolet is al een dag eerder in het land en daar heeft hij een goede reden voor. In zijn thuisstad Sint-Truiden zet de doelman van Liverpool zijn schouders onder een actie ten voordele van de ALS-patiënten. ALS is een dodelijke spierziekte. Gisteren nog verloren met Liverpool, morgen trainen met de Rode Duivels. En tussendoor vindt Simon Mignolet nog tijd om in zijn eigen Sint-Truiden een aantal acties te ondersteunen voor het goede doel. De lokale fruitsector probeer ik te steunen, de telers en dan tegelijkertijd het goed doel waar ik al heel mijn carrière achter sta, dat is de ALS-liga. Spijtig genoeg is mijn onkel patiënt en het is daarom dat ik de ALS-liga zo hard probeer te steunen. Mignolet wil met plezier zijn bekendheid gebruiken om wat extra geld bij elkaar te rapen. Ik probeer via de sociale media hun in het daglicht te brengen. Ik heb de ALS-liga gesteund gehad met de bloemenverkoop van mijn huwelijk. Het verloten van truitjes en andere spullen. Nu op dit moment met de fruitsector kom ik op een kistenkaart te staan waarmee ze hun fruit zullen verkopen in het buitenland. Morgen is het dan weer training bij de Rode Duivels. 2,5 maand voor het EK maakt hij zich nog geen zorgen over de vele blessures. Het is wel belangrijk dat we nu met de wedstrijd tegen Portugal een goede voorbereiding maken. Het is de eerste stap richting het EK. En we moeten ons nu op scherp stellen voor de wedstrijd in de eerste ronde. Portugal is een mogelijke tegenstander om tegen te spelen. En laten we hopen op een goed resultaat inzetten.